Hallo, ik ben Jamie. Hallo, ik ben Jamie, teammanager content en stel je vandaag voor aan de Zalando Lounge, Europa's innovatiefste online shoppingclub. De Zalando Lounge is in tegenstelling tot Zalando een shoppingclub. Dat betekent dat je lid moet zijn om daar te kunnen shoppen. Je kunt je snel, makkelijk, gratis en zonder verplichting registreren op www.zalando.lounge.nl. Welk klant is bij Zalando kan zich bij de lounge met zijn of haar normale login aanmelden. Dagelijks starten 3 tot 5 verkoopacties die maar een paar dagen online zijn met producten van populaire labels en luxusmerken uit het fashion- en lifestylebereik. Deze zijn tot 75% goedkoper dan de onverbindelijke aanbevolen prijs van de producent. De verzendkosten bedragen normaalwijze €5,90, ook wanneer er uit meerdere acties besteld wordt. De Zalando Lounge werkt met meer dan 2000 merken en biedt schoenen en kleding voor dames, heren en kinderen, ondergoed, accessoires, sport en homeartikelen aan. De acties zijn begrensd qua tijd en aantal producten. Daarom is het belangrijk er snel bij te zijn, want weg is weg. Om de producten zo goedkoop mogelijk aan te kunnen bieden, worden ze bij de producent gereserveerd en pas na het einde van de actie besteld. Aansluitend levert de producent de bestelling aan de Zalando Lounge, die de producten controleert en verpakt. Vanuit de Zalando Lounge worden dan de bestellingen aan de klanten geleverd. Daarom bedraagt de levertijd gemiddeld 2 tot 4 weken. Om alle schakels tussen de aankomst van de producten en de verkoopacties te leren kennen, laat ik u nu de interne productieprocessen zien. De producenten leveren de monsters voor de verkoopacties aan ons. Het monstermanagement pakt de monsters uit, controleert ze en voert de eerste kwaliteitscontrole uit. Aansluitend worden de producten voor de fotostudio voorbereid. Productieassistenten en stylisten bereiden de monsters voor de shooting voor om het merk zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dagelijks worden tot ongeveer 1000 monsters in onze studio's gefotografeerd. Hoe de gefotografeerde monsters in een verkoopactie komen, legt onze operations manager Ryan uit. Hi. Het operation management is er voor het hele productieproces van een verkoopactie. Van de aankomst van de producten tot het samenstellen van de verkoopactie online. We werken hier snel en efficiënt. We spelen de artikelgegevens in het systeem in, zodat het grafische team de bewerkte beelden kan uploaden en de productbewerking de producten voorzien van een beschrijving, materiaalinformatie, wasvoorschriften, etc. Op die manier heeft de klant, dankzij de foto's en productbeschrijving, een transparant beeld van de artikelen. Daarna gaat alles door de kwaliteitscontrole. Aan het eind gaan we alles nog 1 keer na om er zeker van te zijn dat alles klopt en dan worden de monsters teruggestuurd naar de producent. Wanneer welke verkoopacties gepland zijn, kunnen klanten lezen in onze dagelijkse newsletter. Om geen enkele actie te hoeven missen, kunnen onze klanten zich aanmelden om een reminder te ontvangen. Onder Mijn Account kan iedere klant gemakkelijk instellen hoe vaak en of hij of zij een newsletter van ons wil ontvangen. Via onze Facebookpage informeren we over de nieuwste modetrends, wedstrijden en andere spannende acties. Hoe de producten uit de actie bij de klant terechtkomen, legt Stefan uit ons logistiek team u uit. In de opslag van de Zalando Lounge wordt zowel de binnenkomst van de producten als de uitgang van producten georganiseerd en de opslaggegevens beheerd. De bestelde artikelen komen pas na het einde van een campagne bij ons aan en worden hier verpakt en per DHL naar de klant gestuurd. Doordat de producten hier maar kort zijn, sparen we logistiek en opslagkosten. Dit merkt de klant in de uiteindelijke prijs. Naar aanleiding van het grote succes in Duitsland en Oostenrijk startte de Zalando Lounge in mei 2012 onder de naam Zalando Privé in Frankrijk, in juli 2012 in Nederland, in oktober 2012 in België en in januari 2013 in Finland. Nog meer landen zullen volgen. En nu wens ik u veel plezier bij het shoppen.